Niet enkel spaties vormen een uitdaging wanneer je een tekst uittypt, maar ook bij het gebruik van koppeltekens moet je je aandacht behouden. Want ook koppeltekens worden door je tekstwerkingsprogramma gebruikt om woorddelen van elkaar op te splitsen. Zo zie je hier een aantal voorbeelden. 16-jarige die gebruikt wordt in de tekst, zou eigenlijk bij elkaar moeten blijven en zou als één woord naar de volgende regel moeten uh, veranderen. 2 jarige leeftijd. Hier, hetzelfde principe. We hebben hier ook een rekeningnummer. Rekeningnummer, getallen die bij elkaar horen, gesplitst door een koppelteken. Wel, eigenlijk, die rekeningnummer dat is één woord en zou dus als één woord gebruikt moeten worden, mag eigenlijk niet opgesplitst worden. Sint-Vincentius College, net hetzelfde. Het is dus weer aan u om, net zoals de vaste spaties, de koppeltekens hier te veranderen door vaste koppeltekens. En dat doe je door de toetsencombinatie Ctrl-Shift-koppelteken. Als je die drie toetsen tegelijkertijd induwt, ga je geen gewoon koppelteken gaan toevoegen, maar ga je een vast koppelteken gaan toevoegen. En die vast koppelteken gaat ervoor zorgen dat die woord, die normaal opgesplitst wordt door een koppelteken, samengehouden wordt. Dus laten we beginnen. De koppeltekens die dus verkeerdelijk gebruikt zijn, die moeten we verwijderen. Vervangen door Ctrl-Shift-Koppelteken op je toetsenbord. En dan ga je zien dat die 16 niet meer op de bovenste regel blijft staan, zoals met een gewoon koppelteken, maar wordt vastgeplakt aan die jarige en wordt als één woord naar de volgende regel geplaatst. Dus we gaan dat doen met alle koppeltekens die we moeten veranderen. Ctrl-Shift-Koppelteken. Ook het rekeningnummer hier moeten we die koppeltekens gaan aanpassen, zodanig dat die rekeningnummer mooi bij elkaar blijft staan. Sint-Vincentius College, die koppelteken moeten we vervangen. Economie moderne talen op zich niet, dat zijn twee afzonderlijke woorden. Economie moderne, dat, gaat, of dat hoeft niet precies samengehouden te worden voor de leesbaarheid van uw document aan te passen, dus dat mag een gewone koppelteken blijven. Denk dus opnieuw goed na bij het gebruik van spaties en van koppeltekens wanneer je een tekst uittypt.